weet je wat ik wel zou willen zijn? Ja, dat gaat dus nergens over. Ik ben Martin Spee, want u denkt misschien ook in die 10 seconden van oh wat leuk, we hebben een zanger ingehuurd. Maar dat ben ik wel, maar ook weer niet. Ik had een mooi huis, ik had een mooie auto, ik had een wijnkoelkast. Maar kwam van die niveauverschillen voor professionelen. Champagne onderin en de rode bovenin. En armagnac en cognac en een heel buffet vol. En mijn vrouw was vaste klant bij de Bijenkorf. 3 dwaze dagen, 3 dagen Bijenkorf. Dat was een klantenkaart. Ik had soepborden, ik had slaapborden, ik had slakkenborden, ik had oesterbestek, ik had... alles had ik. Helemaal top. Maar ik was niet gelukkig. Want alles kan een mens gelukkig maken, toch? Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van je houden kon. Maar het is zo relatief. We komen niks tekort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? En toen zei iemand, waarom heb je dat nou gedaan? En waarom doe ik het niet? En waarom, Piet, jij zit hier ook bij, jij hebt zoveel talent, waarom kom jij nou niet in beweging? Waarom maak jij, je bent ook niet gelukkig, waarom maak jij geen keuzes? Hé, we hadden een woord te pakken, kiezen. Kiezen, dat schreven we op. Kiezen. Oké, het is allemaal een kwestie van kiezen. Wil, verlangen, je moet willen. Alleen kiezen is een heel raar werkwoord, want als je het nou wel of niet doet, dan is altijd een resultaat. Toch? Want als je niet kiest, dan blijft de status quo daar. Als het gaat om geld, als het gaat om vrouwen, als het gaat om alles wat je lief hebt, wie kun je dan vertrouwen? God, er komt hier zo'n liedje bij me. En tegenwoordig ben ik keuzeheer. Heb ik zelf gedaan. Geniaal. Keuzeheer. Zo noemen ze vroeger Rinus Michels, ooit. Bij het Nederlands Elftal. Ik denk, nou dat pik ik gewoon. Keuzeheer. Want ik vraag me af waarom mensen van A naar B willen en er helemaal niet uitkomen. Of waarom bedrijven onder de maat presteren. Het zit allemaal in die onbewuste dingen. Die keuzes die we maken, want die gaan helemaal niet bewust, die gaan onbewust. Want teams gaan niet van A naar B omdat ze niet van A naar B willen, omdat Jantje Pietje helemaal niet leuk vindt. Want kijk naar de hemel, dan zie je het meteen. De zon schijnt.